dat je na zo'n fase, dan word je een beetje lusteloos. Dan heb je geen doelen meer. En ja, als ex-doelman is een doelloos leven niks. Ben ik tot de ontdekking gekomen. Nee, niet op die manier. Wat snel dan, hè? Ja, dan heb ik wel een probleem. Ja. Dat is zeker waar. Hans Breukelen, ik ben Chris Held. Nou, aangenaam. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor het ontvangen. Ja. Ben je ijdel? Ik denk dat ieder mens wel een beetje ijdel is. Ja, maar dat vind ik geen goed antwoord. Als je hier, als je die camera's ziet, ben je dan, denk je dan van hoe zal ik er zo meteen opkomen? Of boert het je niet meer? Nee, dat niet. Nee. Heb je dat vroeger wel gehad? Wellicht wel. Dan was ik nieuwsgierig om terug te kijken van hoe ik inderdaad overkwam. Maar dat is geweest. Interviews na het voetbal ook? Ja, met name. Ik heb ooit een keer een interview gehad. Toen waren we kampioen geworden met PSV in Groningen. Ja. En na een busrit, waarin we toch wel wat alcoholische versnapering hadden gebruikt, kwam ik die bus uit en werd ik geïnterviewd door Frits Barend en Henk van Dorp. Maar dat interview, daar was ik niet blij mee achteraf om dat terug te zien. Toen had je wel in de gaten dat ik al de nodige barcootjes op had. Ja. Ik wilde met jou praten, want je hebt een boek geschreven, samengesteld. Ja. Maak je comeback, heet het. Samen met Benno Diederik. Ja. En als ik zeg dat het een managementboek is, is dat... Mag ik dat gewoon zeggen? Of? Ja, dat mag je zeker zeggen. In die zin, het gaat erom hoe verwerk je tegenslagen en hoe word je eigenlijk beter van tegenslagen? Ja, dat is uiteindelijk, het helpt je mee eigenlijk om als een steuntje in de rug. Om op het moment dat jij als persoon een tegenslag hebt gehad, om weer regisseur te worden van je eigen leven. Daar staan opdrachten in. Ja. Ik heb een paar van die opdrachten heb ik gebruikt om dit interview vorm te geven. Ja. Ik zou graag willen dat jij die vragen voorleest. Oké. En dan gaan we aan de hand daarvan. Laten we eens kijken wie Hans van Breukelen in 2018 is. Van fouten maken word je een leuke mens. Staat in het boek. Ja, dat klopt. Maar welke fout in je leven was jou het kostbaarst? Heb je iemand onherstelbaar beschadigd? Behalve Lothar Matthäus? Ja, het gekke is dat ik Lothar Matthäus na dat EK bij de ISPO, dat is de grootste sportbeurs in Europa, in München, 3 maanden of 4 maanden later tegenkwam. En wij hebben heel leuk met elkaar zitten lunchen, we hebben heel leuk met elkaar zitten praten. En ik had juist het idee dat Lothar precies begreep wat er in mij omging, omdat hij blijkbaar over zo'nzelfde aantal genen beschikt of beschikte. Maar als je zegt van, welke fout in je leven was het kostbaarst? Ja, dat is dan toch misschien de fout dat ik toch het idee had dat ik mensen zou moeten veranderen. En dat mijn vrouw in 87 toen voor me is komen staan en zegt van, joh, waar ben je nou in godsnaam mee bezig? Toen je gepasseerd werd? Ik was Nederlands elftal uitgezet in 87. Ja. Ik werd achterna gezeten door de Nederlandse pers, omdat Stanley Menzo volgens Cruijff in Oranje moest, omdat hij beter mee kon voetballen. Ja. Ja, dat klopte. Maar ik was keeper geworden omdat ik niet kon voetballen. En het gekke, door die druk ging ik ook dingen doen waar ik niet goed in was. Ging ik nog meer fouten maken, kreeg ik nog meer kritiek. En die druk nam zo toe dat Michels op een gegeven moment mij in bescherming heeft genomen en ook het elftal door mij te passeren. Nou jongen, dat vond ik zo ongelooflijk onterecht, omdat hij mij op dat moment een kans ontnam om het te revancheren. Ja. Nou, en toen heb ik zoiets gehad van, weet je, er zijn de meest gekke dingen door mijn kop heen gespookt. Zoals? Ja, je boom met 150 kilometer over je auto. Niet. Echt waar? Serieus, zo. Wil je echt een einde aan maken? Maar dat was maar een hele korte flits. Want de volgende flits was van, als je dat doet, dan ben je de grootste lafaard die er is. Dan laat je een vrouw met 2 kinderen achter. Ja. Maar zo heeft dat mij aangegrepen. Ja. En als je dan je vrouw voor je staat in een berghut in Zwitserland, want we waren gevlucht, we wilden vooral geen Nederlanders tegenkomen in die tijd. Ze zegt, Hans,
Denk je nou echt dat die journalisten anders gaan schrijven? Of anders, jou anders gaan becommentariëren omdat jij dat wil? Stop je energie in zaken, ja, in het keepen. En dan zul je zien dat jij vanzelf een waardering krijgt. En toen ik dat heb los kunnen laten, anders ben gaan denken van me concentreren op het keepen, kreeg ik een ander gevoel en ging ik ander gedrag tentoonspreiden. In plaats van wijzen naar een tegenkool, stak ik mijn hand op als het maar fout was. En dat is misschien wel, die fout is me kostbaar geweest. Want een jaar later mocht ik met mijn collega's van PSV en het Nederlands elftal met een Europese beker in onze handen staan. Ja. Ja. En toen je augustus vorig jaar wegging bij de KNVB, kwamen toen dezelfde gevoelens omhoog als toen je gepasseerd werd in 87? Of was het een heel ander soort pijn? Zo, de knikkers. Nee, ik denk dat het, ik denk dat het inderdaad eenzelfde pijn is. Alleen bij de KNVB was het voor mezelf een beslissing. Ja. En bij het Nederlands elftal was ik dus echt daarnaast gezet. Ja. En, maar tegelijkertijd voelde het wel bij de KNVB wel als een nederlaag, hoor. Terwijl het ook een opluchting voor me was. Ik wilde een bijdrage leveren om weer terug te komen naar een niveau waarvan ik denk dat het Nederlands elftaldag hoort. En ik weet ook hoeveel vreugde dat geeft. Niet alleen voor jou als speler, maar gewoon voor een hele natie. Hoe belangrijk dat kan zijn. Ja. En daar wilde ik een bijdrage aan leveren. Precies, kijk eens op de manier waarop je bent vertrokken. Dat correspondeert toch voor geen ene meter met hoe je ooit gevierd bent daar. En nee. als je die persconferentie neemt als eikpunt, de persconferentie van de aanstelling van Dick Advocaat. Ja. Waarin jij wordt aangevallen door de beste, of op dat moment de belangrijkste sportjournalist van Nederland. Ja. En of die een punt hebben of niet, of die gelijk hebben of niet, dat maakt niet uit. Nee. Daar manifesteert zich ook een hoop onvrede over de algemene situatie van het Nederlands elftal. Ja. En jij vangt die klappen op. Ja. En ik denk dan van, maar die man was in 88 ook Europees kampioen. En ik vraag me dan af, met de kennis van nu, had je het nog een keer gedaan? Had je diezelfde stap genomen? Ik had dezelfde stap genomen. Ik had het echt? Ja, echt. Maar ik had het anders aangepakt. Kijk, dat is een van de mooie dingen, Chris, van het leven, vind ik. Dat juist zaken, hè, als tegenslag, daar kun je lessen uit leren. Sterker nog, ik denk dat ik er beter uitgekomen ben. Beschrijf eens kort de week nadat je bent vertrokken bij de KNVB. Heb je daar, hoe zat je erbij? Nee, ik was met een geweldig gevoel bij de KNVB vertrokken. Ja. Omdat de Oranjeleeuwinnen Europees kampioen geworden zijn. Daar heb ik een... Waarvan jij de bondscoach hebt aangesteld. Ik heb eerst een bondcoach moeten ontslaan. Ja. Dat gewoon heel vervelend was. En naar aanleiding van gesprekken met name ook de speelsters. Mienke Boy en Jan Dirk van de Zee. Ik haal dat altijd door elkaar. Sorry, Jan Dirk. Dirk Jan. Ik heb op een gegeven moment opgebeld. En dat was in december. Jongens, we hebben een probleem. We hebben een nieuwe bondscoach nodig voor de Oranjeleeuwinnen. Dat was me vrij duidelijk. En toen hebben we Sarina aangesteld. En Sarina heeft het geweldig gedaan. Ja. Dat heeft mij een enorme kick gegeven. Daar ben ik achteraf gezien, was dat voor mij een van de hoogtepunten bij de KNVB. Okay. Maar de periode daarvoor, dat was anders. Kijk, je komt dan in een fase dat je, dan heb je een soort van, je wil vechten, maar dat heeft geen nut. Nee. Je gaat dingen vermijden. Dat lost Wat dan ook, bijvoorbeeld? Dat lost ook niks op. Nou ja, hoe bedoel je? Wat ging je vermijden? Nou, bijvoorbeeld bepaalde contacten nog in de voetballerij zoeken. Mm-hmm. Ik ben nogal vrij duidelijk voor mezelf. Op het moment dat ik ergens afscheid neem, neem ik afscheid. Ja, wij belden deze week eerder. Ja. En toen vertelde je over je boekpresentatie. Ja. En op diezelfde dag speelde het Nederlands feit tegen Duitsland en werd het groepswinnaar in een onmogelijke pool. Ja. Dat is wel, op zijn zachtst gezegd, ironisch. Nee, ik vond het fantastisch. Ik zou zeggen, als je nou zeggen, iemand... sinds Hans weg is, nee, gaat Oranje omhoog. Ja, maar goed. Het mooie is dat ik denk dat jaar dat ik daar gezeten heb, ook de KNVB heeft wel geleerd
over die functie die ik heb vervuld. Maar het klinkt wel een beetje alsof je, alsof ik, als ik dan vroeger een keer een rampzalige relatie heb gehad met een meisje en daarna vindt ze haar toekomstige echtgenoot en dan zegt ze tegen mij van ja, maar onze relatie was ook goed, want door jou heb ik geleerd wat ik niet zoek. Ja, maar weet je, ik zoek in die, dat zou kunnen. Kijk, ik geloof heilig dat heden alles te maken heeft met verleden en ook met de toekomst. En soms denk ik wel eens, weet je, in een gekke bui, eigenlijk is dat jaar best wel goed geweest. Het was een hele onrustige periode. Er zijn een heleboel dingen verkeerd gegaan. Maar ook de KNVB heeft daar zijn lessen uitgetrokken. Nou, dan denk ik van ja, dan is het toch wel, dan is het toch ergens ook wel goed wat waard geweest. Ja. En dat is uit de mildheid die ik dan naar mezelf toe uit. En als ik het boek lees, dan geloof ik ook echt dat hier iemand bezig is met een comebackproces. Dat iemand gewoon doorheeft hoe je van tegenslagen iets positiefs kunt maken. Maar wat dan weer die hele theorie onderuit haalt, is het zinnetje van jou in het boek. Voetbal is een gepasseerd station. En dat vond ik toch jammer, want dat betekent dan toch, dat heeft je dus kennelijk toch wel zoveel pijn gedaan in die wereld, dat je daar gewoon niks meer mee te maken hebt. Ja, het leuke toch? Is... Ja, nou, dat, en dat je niet kracht hebt gevonden om daar op een andere manier iets mee te willen doen. Nee, maar dan even voor alle duidelijkheid, hè, dat zeg ik op dit moment. Omdat, en dat heb ik ook in 2000 gezegd, toen ik bij FC Utrecht wegging. Toen heb ik gezegd, ik ga nooit meer fulltime de voetballerij in. Omdat ik dan toch tegen dingen aanloop die niet helemaal blijkbaar bij mijn ideeën en gedachten aansluiten. En toch heb ik me weer laten verleiden in 2016. Kan dat nog een keer gebeuren? Nee, dat denk ik niet meer. Dat denk ik niet meer, want ik ben nu echt voor mijn gevoel lekker bezig met de dingen die ik hartstikke leuk vind. Ik krijg weer ongelooflijk veel energie. En dat was wel even weg, dat je na zo'n fase, dan word je een beetje lusteloos. Dan heb je geen doelen meer. En ja, als ex-doelman is een doelloos leven niks. Ben ik tot de ontdekking gekomen. En dan ga je toch weer op zoek naar wie je echt bent. En wat je leuk vindt. En wat je nog wilt. En wat je nog kunt. Ja, en dan kom je ook op een stap. Hè. Dan ben je zo ver in dat proces. En dan kom je bij je durven aan. En durf je dan nog één keer weer met je kop boven het maaiveld uit te komen. Een boek. Wetende dat daar gewoon weer vanuit verschillende richtingen kritiek op komt. Of kritiek, een mening, een oordeel. En toen dacht ik van ja, weet je, dat maakt mij niet uit, want ik geloof in de dingen die ik doe. Je kan echt zo bij de VN werken volgens mij. Dat weet ik niet. We zijn er weer.